Vandaag moeten de provincies aan minister Faber laten weten hoe ze de benodigde opvangplekken voor asielzoekers gaan realiseren. Het ministerie denkt de komende 2 jaar zo'n 96.000 plekken nodig te hebben. En de spreidingswet die schrijft voor dat dat dus dan eerlijk over het land verdeeld moet worden. Ja, naar aanleiding eigenlijk van het aantal inwoners. Dus naar rato van hoeveel inwoners er ergens wonen, wordt dan bepaald hoeveel opvangplekken er gerealiseerd moeten worden. U bent waarnemend commissaris van de Koning in Zeeland. Daarbij hoort dus een aantal opvangplekken van 2109. Om direct maar met de deur in huis te vallen. Is dat gelukt? Ja, dat lukt. De Zeeuwse afspraken die tellen op tot zo'n 2400 plekken. Dus we halen die opgave halen we ruim. Dus meer eigenlijk nog dan dat er van jullie gevraagd werd? Ja, en voor de spreidingswet was dat echt minder dan die 2100. Dus die spreidingswet heeft ook echt geholpen om te zorgen dat alle gemeenten ook iets doen. Dus wat het mooie is aan die afspraak is niet alleen dat het optelt tot voldoende plekken, maar ook dat alle gemeenten hun eerlijke aandeel nu nemen. Nou, want in de zomer, in augustus geloof ik, zat Zeeland nog op 1800 plekken. Dus dat is best wel snel dan gegaan dat er nieuwe plekken bij zijn gekomen. Ja, is dat inderdaad echt dankzij die spreidingswet? Dat iedereen de gezamenlijkheid voelt van... Dus ik heb een aantal keren met alle gemeenten overlegd. En dan spreek je gewoon af wie kan er wat doen. En als de ene gemeente bijvoorbeeld zegt, nou, laat ons dan maar de minderjarige asielzoekers opvangen. Dan zegt de andere gemeente, nou prima. Dan vangen wij asielzoekers op. Zegt weer een andere gemeente, nou, dan doen wij een doorstroomlocatie voor statushouders. En zo doet iedere gemeente wat. En dat helpt ook, omdat iedere gemeente thuis moet uitleggen. Thuis tussen aanhalingstekens in de gemeenteraad. Maar ook in de zaaltjes moet uitleggen dat er ergens een opvang komt. Nou, dat wordt nergens met applaus ontvangen. Dat is gewoon de realiteit. Maar iedere gemeente kan dan ook zeggen, ja, maar alle gemeenten doen mee. Alle gemeenten hebben een taak. En uit dit hele verhaal blijkt dan eigenlijk al dat u zegt, ja, die spreidingswet werkt. En dus baal ik ervan dat die straks van tafel gaat. Ja, dat is echt een heel erg onverstandig voorstel. Het is echt een heel erg onverstandig. Kijk, begrijp me goed. Een streng asielbeleid is gewoon nodig. Een streng migratiebeleid is nodig. Hè? Want we zijn de afgelopen jaren veel harder gegroeid dan we eigenlijk hebben kunnen. Dat bestaat bijvoorbeeld uit minder instroom. Dat bestaat bijvoorbeeld uit zorgen dat mensen hier niet mogen blijven ook weer teruggaan. Dat bestaat bijvoorbeeld uit veel selectiever zijn wie hier kan komen werken. Maar die spreidingswet, dat is geen onderdeel van een strenger asielbeleid. Dat is gewoon het eerlijk delen van de opvangtaak die er nu eenmaal is voor de mensen die hier zijn en in afwachting zijn of ze hier mogen blijven. Dus die intrekken is gewoon heel onverstandig, is gewoon een recept voor chaos. En daar komt nog bij. Voelt het voor u ook als werk voor de prullenbak, wat u dan de afgelopen tijd heeft moeten doen? Nee, want ik denk, kijk, het is een voornemen van het kabinet. En moet nog door de Eerste Kamer. Zo is het. En diezelfde Eerste Kamer in dezelfde samenstelling heeft gekozen voor het aannemen juist van deze spreidingswet. Dus het lijkt mij heel gek dat diezelfde Eerste Kamer dan zegt, nee hoor, een jaar later hoeft het toch niet meer als nu juist blijkt dat die werkt. En in de plannen, kijk, het is niet alleen dit plan. Hè. Het is het voornemen, vorige week in de brief van de minister-president, is het voornemen om die spreidingswet in te trekken. Maar het is daarnaast het voornemen om de taakstelling voor statushouders te schrappen. Maar even toch nog bij die spreidingswet blijvend. Er zijn ook gemeenten, horen we de afgelopen dagen, die zeggen, wij hebben het even stopgezet. Wij kregen ook die taken, wij kregen ook die opdracht die u ook heeft gehad. Maar we krijgen het even niet uitgelegd. Begrijpt u die gemeente wel of heeft u daar eigenlijk geen begrip voor? Ik begrijp die gemeente heel goed. Want het is natuurlijk heel gek dat er in een kabinet wetten zijn er om je aan te houden. Had u die ook in Zeeland, die gemeente? Er is een enkeling geweest die zegt, wat moeten we nou? Ik zeg, nou, dat is helemaal niet zo moeilijk, want de wet is aangenomen, dus hij geldt. En hij geldt totdat hij niet meer geldt. Wethouders hebben zich aan de wet te houden. Burgemeesters en commissarissen van de Koning en ministers ook. Dat is politiek voor niet zeuren, collega. Nee, dat is gewoon... Kijk, we leven in een rechtsstaat. Hè? Dus wetten hebben te gelden totdat ze niet meer gelden. Totdat ze zijn ingetrokken. En zover is het nog lang niet. En ik denk ook dat het zover niet komt. Want het is echt een optelsom van maatregelen die niet een recept zullen zijn voor een strenger migratiebeleid, wat je zou verwachten, maar die eerder een recept zijn voor chaos. Dat is wat we zullen zien op het moment dat je en de spreidingswet intrekt en de wet intrekt die alle gemeenten verplicht om statushouders, dus de mensen die mogen blijven ook daadwerkelijk te huisvesten. Ja. Ja, waar gaan die mensen dan wonen? U ging al naar die taakstelling voor die statushouders. Ja. Er zijn ook cijfers recent nog van naar buiten gekomen, waaruit blijkt dat vooral bij u alleen Tolen op dit moment echt aan de... volgens mij hebben we ook een kaartje daarbij. Daar zien we rood en blauw. Tolen is dan de enige blauwe in Zeeland. En de rest zit nog in het geel of in het rood. Dat wil zeggen minder dan de helft. Ja, voor het einde van het jaar moet die taakstelling zijn ingevuld. Precies. En het is waar, het aantal asielzoekers is hoog. En daarom zeg ik ook, een streng migratiebeleid, dat is noodzakelijk. Hè? Dus... Maar gaan die anderen dat allemaal halen dan?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat in het hele land het heel moeilijk zal zijn om die taakstelling te halen. Maar weet je wanneer je hem zeker weten niet meer haalt, niet in de buurt komt? Op het moment dat je zegt, weet je, we gaan die wet ook schrappen. Dus dan schrap je en de wet die moet zorgen dat je eerlijk de opvangplekken verdeelt. Ja. En de wet die zorgt dat mensen worden gehuisvest als ze mogen blijven. Maar waar gaan die mensen dan wonen? Maar er is nu wel gezegd van, we gaan bijvoorbeeld pas die spreidingswet gaan we pas van tafel doen. Als daadwerkelijk de maatregelen die we hebben bedacht voor het afnemen van die instroom, dat die gaan werken. Die zijn aan elkaar gekoppeld nu. Hè? En dan hopen ze dat dat het kabinet dat heeft gezegd. Maar ik heb dat niet gehoord. En het kabinet heeft met ons dat ook niet overlegd. We hebben überhaupt op dit punt nagenoeg geen overleg met het kabinet. Bedoelt u dat? Nou, het is wat het is. Er is geen overleg met mede-overheden. Er is één keer een regietafel geweest, een landelijke regietafel geweest. Maar over de maatregelen die vorige week zijn aangekondigd, waar voor alle maatregelen die je mede-overheden zult nodig hebben, is geen overleg gevoerd met mede-overheden. Dus u was verrast daarover? Ja, natuurlijk. Ja. De gemeente, je kunt niet u zomaar heeft niets gehoord vanuit. Je kunt dit niet zomaar even over de schutting kieperen bij gemeente. En dat is wel wat er is gebeurd. Maar dat is toch wel wat er gesuggereerd is over dat de spreidingswet, dat die eigenlijk wilden ze hem voor het eind van het jaar van tafel, maar dat nu wordt gezegd van ook om bijvoorbeeld de VVD in de Eerste Kamer mee te krijgen. Eerst moet die instroom wel. Ja, nogmaals, ik zou hopen dat dat waar is. Dus men zegt soms wel, het wordt in hetzelfde wetsvoorstel gedaan. Hè, dus het wordt gekoppeld. Het gaat parallel aan elkaar lopen. Ja. Maar dat is niet zeggen, kijk, want dat zou moeten natuurlijk. Hè, dus je kunt uiteindelijk zul je ook minder opvangplekken nodig hebben op het moment dat het lukt om het aantal asielzoekers naar beneden te krijgen. In die volgorde. Dus de spreidingswet zorgt ervoor dat je telkens net genoeg opvangplekken hebt voor het aantal asielzoekers. En die spreidingswet schrappen zorgt ervoor dat je sowieso te weinig opvangplekken zult hebben voor het aantal asielzoekers dat er op dit moment is. Dus je moet het inderdaad in de goede volgorde doen. En nu gaan al die provinciebestuurders die gaan dan nu naar minister Faber. Hoe gaat dat er eigenlijk uitzien? Is dat een mailtje van ik heb het gered, dit zijn mijn aantal plekken? Of is eigenlijk dat een soort, soort moment gezamenlijk van dit moment. Heb ik, dit heb ik. Om 1 voor 12 vannacht verstuurd, neem ik dat aan. Gisteren hebben alle commissarissen inderdaad namens hun gemeente, dus namens het overleg dat ze hebben gehad in hun provincie, opgestuurd aan het ministerie hoeveel plekken ze denken te kunnen realiseren. 5 van de 12 provincies die zitten al in het groen. De andere provincies hebben echt een enorm been bijgetrokken. Hebben nog wel een klusje te klaren voor 1 juli, maar hebben al een enorm been bijgetrokken. Dus de optelsom zal denk ik vandaag of na vandaag gemaakt kunnen worden. Nou ja, ik vraag het ook omdat u zo duidelijk zegt van we hebben zo weinig overleg. Ik dacht, dit is dan een goed moment om eens met elkaar toch aan tafel te gaan zitten en precies met zo'n kaart van Nederland eens even te gaan puzzelen. Dat zou je denken. Nou, misschien dat dat de komende weken gaat gebeuren. Laten we het hopen, want het is echt nodig. Je kunt gemeenten niet zomaar met de chaos opschepen en het COA ook niet. We gaan uw telefoonnummer doorgeven aan Marjolein Faber. Wie weet gaat ze bellen. Maar we gaan nu over kookboeken praten. Want goed nieuws voor iedereen die het aanrecht een warm hart toedraagt. Vandaag gaat de kookboekenweek van start. Culinair journalist